We krijgen nu een gast die dat beter kan vertellen dan ik. En ik vind het heel bijzonder dat ik hem mag aankondigen. Ik heb wat dingen gewonnen in mijn leven, maar deze man is een grootheid. Hij werd 4 keer Europees kampioen. Hij werd 4 keer wereldkampioen. Hij werd 3 keer Olympisch kampioen. 4 keer sportman van het jaar van Nederland. Hij heeft als sporter alles gewonnen wat er te winnen viel. Was daarna fysiotherapeut, sportbestuurder, een autoriteit op sportgebied. En hij is vanavond hier voor ons, Art Schenk. Hallo. Hoi. Beste Art, welkom. Leuk dat je hier bent. Dank je. We hebben samen pas een wedstrijdje geroeid door de Amsterdamse grachten. Ja. Dat was niks, want ik bakte er echt helemaal niks van. Ik zat overal naast. Maar wat me toen ook al opviel, ja, en nu eigenlijk ook weer, je bent al best lang gestopt met topsport. Ja, want je had je hoogtijdagen in de begintijden van Frits van der Werf. Ja, zo'n beetje. Ja. Eind jaren 60, jaren 70. Maar je ziet er nog steeds zo fit uit. Komt dat bij jou gewoon aanwaaien? Nou, ik denk dat het een klein beetje, laat me zeggen, ik heb wat genetisch mazzel, om het zo te zeggen. Maar ik ga straks ook al vertellen dat het wel moeite gekost heeft, want je kan ook zomaar de verkeerde weg nemen. Maar nu gaat het weer hartstikke goed. Ah, oké. Okay. Ja. Je hebt een boek uitgebracht. Ja, en dat klopt, ging ook over fit zijn en de tweede jeugd. Daar ga je straks ook over vertellen. Ja, het zit er een beetje door verweven. Maar ik heb het ook eigenlijk een beetje aangepast op dat 45-jarig bestaan van Frits en Jelly van de Werf. Ja. Oké, okay. Nou, dan ben ik denk samen met de hele zaal heel erg benieuwd naar je verhaal. Prima, dankjewel. Ja, je leven in balans. Dat klinkt allemaal ontzettend, laat ik zeggen, makkelijk. Maar dat is het niet. Het is toch een hele tour om het in balans te houden. We hebben hier op het toneel gezien dat die balans is wel in orde. Ik ben benieuwd hoe het vanavond in de zaal is met die balans. Ik heb er net eventjes zo stiekem dat iedereen de hand op moest steken die lid is bij Van der Werf. Viel me eigenlijk een beetje tegen. Ik schat het zo op 25-30% of zo. Dus daar is nog heel wat te winnen. En dan hoop ik dat ik in mijn verhaaltje een beetje het een en het ander kan motiveren om te zeggen, doe er wat aan, want dat is ontzettend belangrijk. We weten niet eigenlijk hoe oud we worden. Maar wat we in die zin wel weten, is de manier waarop we oud worden. Het is heel belangrijk en dat kunnen we goed beïnvloeden. Kijk, we zijn vreselijk knap in het elkaar in leven houden, om het zo te zeggen. De medische wereld kan van alles bedenken. Kleine baby's worden al in de uterus, al in de baarmoeder worden ze geopereerd om een hartklepje te veranderen en al dat soort zaken meer. We houden elkaar erg lang in leven. Maar de manier waarop we leven, met name die laatste jaren, denk ik, is ontzettend belangrijk. En dat kunnen we goed beïnvloeden. De maatschappij, die vraagt ontzettend veel van ons. Zo'n 24-7 maatschappij betekent dat je in feite maar constant bezig bent. Met je lichaam, maar ook hierboven. Steeds maar weer bezig zijn. We moeten van alles. We zijn niet meer van 10.000 jaar geleden. 10.000 jaar terug waren we verzamelaars en jagers. En dat lichaam van ons was daarop ingesteld. We hebben nog steeds datzelfde lichaam, alleen we doen er totaal andere dingen mee. Ik heb daar ook fouten gemaakt. Dat zei ik net al even. Het kan verkeren. Ik heb een periode gehad, dit zullen jullie waarschijnlijk wel herinneren. Dat is ook zo'n beetje 40 jaar terug. Dat ging allemaal prima. Maar na die tijd, ik hoor net van Mark dat hij het heerlijk vindt om te lopen en te fietsen en te rennen en zichzelf in conditie te houden. Dat deed ik ook wel, maar ik heb ook een hele periode gedaan dat ik dat niet zo gehad, dat ik dat niet zo echt goed in de gaten hield. Ik ben ook een beetje een Bourgondier die van lekkere dingen houdt. En ja, als je in zo'n keurslijf gewerkt hebt, dan wil je dat ook wel eens een keer anders doen. En dan krijg je dit verhaal. Een rugzak met 20 kilo te veel. Natuurlijk, een biertje of een glas wijn, dat is allemaal lekker. En uiteindelijk betekent het toch dat je de dingen niet helemaal goed doet. En dan niet zozeer nog, in mijn geval, van dat eten en dat drinken, maar veel meer de kwestie van dat je van alles wilt.
Dat lichaam geeft je waarschuwingen. Het lichaam geeft constant waarschuwingen. Bij mij waren er ook waarschuwingen. En dat was op een gegeven moment een zodanige waarschuwing dat ik zei van nou, nu moet ik het anders gaan doen. En toen heb ik in feite de draad opgeprakt. En dit is weer 2014. Dan ben ik er weer gelukkig. Ik zit weer op een mountainbike en ik train bij Frits. En dat betekent dat je daarmee ook jezelf weer een beetje in controle hebt. En het leven in balans is. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik kan zeggen. Hoe ik het gedaan heb, dat is eigenlijk veel meer een kwestie van dat ik vanuit mijn hart ben gaan leven en niet vanuit mijn hoofd. Want anders dan ben je bezig om steeds maar weer die denkfout te maken van oh, ik moet nog even dit en ik zal nog even dat. Je bent met morgen bezig en steeds maar weer door. En dat houdt jezelf ontzettend bezig en druk. Dus dat moet je proberen om te vermijden. Probeer te luisteren naar de signalen van je lichaam. En die zijn vreselijk belangrijk. Dat zijn soms hele simpele verhalen, die signalen. Dat wil dus zeggen dat in feite een lichaam wel aangeeft als je vermoeid bent. Probeer ernaar te luisteren. En als je niet luistert, dan geeft het lichaam sterkere signalen. Dan geeft het een pijnsignaal. En als je dan nog niet luistert, ja, dan komen er van allerlei andere problemen. Daar komen we straks nog wel eventjes ook op. Daar komen er van allerlei andere problemen. Die soms niet meer zo makkelijk met een nachtje doorslapen en een keer even wat anders doen en wat rustiger aan zijn te verhelpen. Belangrijk ook in die situatie is wat stop je in je tank, om het zo te zeggen. Wat stop je in je mond? Voeding is en blijft een hele belangrijke factor om ervoor te zorgen dat dat lichaam sterk genoeg kan zijn. Je moet in feite zorgen dat je voeding neemt tot je en niet vulling. Van vulling, dan moet je lichaam van alles voor doen om het een soort van kwijt te raken. Voeding, daar zitten de goede spullen in. Dat is belangrijk. Dus in die zin moet je daar ook geweldig op passen. Dat heb ik ook gedaan. En balans tussen de in- en de ontspanning. Hoe creëer je balans tussen in- en ontspanning? Dat is ontzettend moeilijk. We gaan het straks nog eens proberen ook even helemaal de balans te trainen en een beetje dat te voelen. Maar wat ontzettend belangrijk is dat je keuzes maakt voor jezelf van dat ga ik wel doen en dat ga ik niet doen. Je kunt eenvoudigweg niet alles in deze moderne maatschappij volgen en meemaken. Die telefoon mag best eens een uurtje of twee, drie uit. En zeker 's nachts. 'S avonds naar je bed, ding uit. Of zelfs niet meenemen. Want het is gewoon een straler die naast je bed ligt. Niet gebruiken, dat is helemaal niet goed. Een slechte fysieke conditie. Wist u dat de Nederlander 7 tot 14 uur gemiddeld op een dag zit? 7 tot 14 uur. Je zit op kantoor, je zit in de auto naar je kantoor, je komt thuis, je bent moe, je zit aan de keukentafel nog even in de krant kijken, televisie kijken. Het is zitten en het is weer liggen. Daardoor krijg je heel vaak een hele slechte fysieke conditie. En dat is een kwestie van dat je dat in feite bij moet houden. En in feite is dat een kwestie van dagelijks bijhouden. We worden wel gezegd in een algemene norm van doe dat dan een half uurtje per dag. En dan heeft het ook nog zo van, ja, nou dan denk je van, oké, ik laat even het hondje uit, dan heb ik in ieder geval al een kwartiertje te pakken. En dan bleek dat zo'n hondje van 1 jaar of 12 te zijn. En dan loop je daar, je hebt de hond uitgelaten. Nee, als je echt wat wil doen, dan is dat een flink wandeltempo. Dat wil dus zeggen, brisk walking, zoals de Engelsen zeggen. Dat is dit tempo. Op deze manier wandel je. Als je dat een minuutje of 10 gaat doen, wat ik nu zo ook doe, en dat ik dan een tijdje heen en weer loop, en je hoorde het net aan Frits. Frits is aan het judoën, en dan gaat die ademhaling, die gaat moeilijker, dus dan kan je niet zo makkelijk meer praten. In de club, in de sportclub bij Frits, verbaas ik me soms op dat ze op zo'n loopband, en dan vertellen ze 101 verhalen wat er allemaal gebeurd is, en gezellig, de vakantie en de kleinkinderen, daar heeft het allemaal mee te maken. Dat tempo is te laag. Je moet dat tempo omhoog gooien, die hartslag moet omhoog. En dat betekent dat dan ook je hart begint te kloppen. En dan zorgt het dat het lichaam helemaal doorbloed wordt. Dus dat betekent een goede conditie. Iedere dag, en niet een half uur, doe er maar gewoon een uur. Ook in het weekend. En dan zal er best eentje uitvallen van die 7, of misschien 2. Dan heb je er toch nog 5 over. Dan doe je het goed. Ga ook niet direct volledig om. Ga niet in 6 weken... 90 graden de andere kant op. Een dieet volgen, proberen af te vallen. Nee. Doe kleine koerswijzigingen iedere keer, maar kom niet terug naar die oude koers.
en kleine stapjes maken. En dan heb je op een gegeven ogenblik het goede ritme te pakken. Als je die motivatie hebt, dan gaat het met je de goede kant op. Motivatie is dus erg belangrijk. Voeding is ook heel belangrijk. Daar kom ik straks nog eventjes op. En het bewegen in zijn algemeenheid. Dit is simpel eigenlijk. Hè? Het is zo simpel. Als je dit soort dingen ziet, dan denk je van ja, dat moet toch mogelijk zijn. Maar het is heel vaak zo dat je denkt van oké, dan ga ik volgende week ga ik beginnen. Nee, nu, morgenochtend, dan ga je beginnen. Wat kan je er allemaal aan doen? Nou, aan allereerst de voeding. Wat is er belangrijk in voeding? Zorg ervoor dat het voedsel is wat vers is, wat niet bewerkt is in zijn algemeenheid. Dat is het allerbelangrijkste. En het moet eiwitrijk en het moet vezelrijk zijn. Opdat het lichaam, we bestaan voor heel veel mogelijkheden uit eiwitten en onze cellen hebben dus die eiwitten nodig. Vezels zijn belangrijk dat het niet heel snel allemaal door het lichaam verdwijnt, maar dat het lichaam er van alles aan moet doen en de gelegenheid heeft om het te verteren. Als je dat zorgt, dat het voedsel dus eiwitrijk en vezelrijk is, dan ben je daar al mee goed. Vitamine, mineralen moeten erin zitten. Dus, en weet nu dat als het ergens uit een supermarkt komt en het is bewerkt, het komt uit de fabriek, dat daar niet altijd de goede spullen nog in zitten. Want dat zijn de dure spullen. Dus zorg dat je het goede voedsel daarin koopt. In de supermarkt, helemaal buitenom, de versafdelingen. Dat zijn de belangrijke gegevens om die te volgen. Vet bewust. We zijn zo langzamerhand de laatste 15 jaar opgevoed met het feit dat vet helemaal niet goed voor ons is. Dat is niet waar. Vet is juist wel goed. We hebben vet nodig. Onze zenuwcellen hebben vet nodig. Maar het goede vet, olijfolie, kokosvet, dat zijn de goede vetten. En misschien zelfs een mooie meiboter is ook goed. Maar ga niet aan B-cel en al dat soort zaken meer, want daar zit van alles ingemengd. En ik roep nogal wat, want ik denk dat als ik bij jullie in de koelkast zou kunnen kijken, dat er heel veel van dat soort middeltjes zijn. Maar dat is niet goed. En de lightproducten, de achterdeur uit. Pas op met, ja nou, ik ben blij dat er een aantal mensen het met me eens zijn. Want anders zou ik ook nog een beetje denken van, ik weet het niet, maar gelukkig. En pas op met koolhydraten. Bewerkte koolhydraten, niet goed. Probeer in ieder geval niet de geraffineerde, maar de goede koolhydraten te gebruiken. Maar wees daar zuinig mee en wees daar voorzichtig mee. Want het eerste wat het lichaam doet, als je koolhydraten tot je neemt, is omzetten in suikers. En daarom geen suiker. Geen suiker toevoegen in je voedsel. En wat belangrijk is, is dat je spieren traint. Je spierkracht is o zo belangrijk. En niet als je 40 bent of 45, want dan denk je van dat gaat nog wel. Maar o wee, als je 60, 70 begint te worden, dan is het belangrijk dat je nog steeds die goede spieren hebt. Mobiliteit, lenigheid, we hebben het hier allemaal net gezien. Als je dat als kind, ik bedoel, een kind doet niet liever als spelen en klauteren en klimmen. En ja, zijn we 30, 35, dan beginnen we te vergeten. En zijn we 65, ja, dan worden we een beetje stijf en dan kunnen we niet meer zo goed in feite uit de weg. Zorg ervoor dat je die mobiliteit behoudt op allerlei manieren. Je kunt dat zelf doen als je goed gemotiveerd bent en anders dan ga je ergens naartoe waarin ze je zonder meer zullen helpen. En coördinatie is ook vreselijk belangrijk. Wat we heel vaak vergeten, we verstaan voor 60-70% uit water. En naarmate we ouder worden, vergeten we ook heel vaak nog water te drinken. Dus water is ontzettend belangrijk voor ons lichaam. Het is een pure noodzaak. En waar gaat het om in belangrijke mate? Is omdat dat lichaam het water kan gebruiken. Dat heeft nodig om uiteindelijk al die voedingsstoffen naar de cellen toe te brengen en uiteindelijk ook weer alle afvalstoffen terug te brengen via de organen en uiteindelijk naar het toilet of daar waar het thuis hoort. En je ziet het in deze situatie, ze zeggen, ja, maar dat klopt niet, want die kleur die moet geel zijn. Nee, als je genoeg water drinkt, 1,5 tot 2 liter op een dag, zet het maar eens op het aanrecht neer en dan weet je hoeveel dat is. Als je die gedurende de hele dag drinkt, zul je merken als de urineproductie op gang komt, dat het maar een hele bleke urine is. Als hij te sterk van geur is en als hij te sterk van kleur is, dan drink je zonder meer te weinig water.
Voorkom dus die uitdroging, de hele dag door water gebruiken voor die aanvoer en de afvoer in belangrijke mate. En de mensen die hier nu trainen en het warm hebben als ze in de sportschool zijn, misschien zelfs een beetje aan het zweten zijn of als je buiten loopt en je hebt een natte rug, zorg ervoor dat je ook dan weer de mineralen aanvult, dus door af en toe wat tussen je vingers wat zout te nemen. Zeezout, Keltisch zeezout. Ja? En dat gezamenlijk met al dat water, dan hou je daarmee de mineralenbalans in je lichaam helemaal op orde. En dan kan dat lichaam in die zin ook heel goed ermee door. Voordelen van het bewegen zijn in die zin, je krijgt meer energie. Dat zal niet à la minuut zo zijn, maar het zal zo zijn dat als je dat een paar maanden, anderhalf, twee maanden gedaan hebt, dan merk je dat het lichaam gaat veranderen. Je zorgt voor goede voeding, je zorgt voor beweging, je zorgt voor rust. Dat lichaam gaat je belonen. Als je goed en verstandig eet, met minder overgewicht. Als je zorgt dat je goede spierkracht hebt, die spieren die verbranden 24 uur per dag. Dus je verbrandt ook in die zin meer calorieën. Als je slaapt, verbruik je meer calorieën als je een goede spierkracht hebt. Dus in die zin is dat ontzettend belangrijk, het bewegen en het trainen. En weet hoe belangrijk het is om uiteindelijk, als je wat ouder wordt, om niet te hoeven wachten op die zuster die om een uur of half elf komt wassen en afdrogen. Maar dat je dat gewoon zelf kan doen, dat je je eigen sokken kan aantrekken, dat je op één been kan staan. Desnoods zit je op je stoeltje, maar je kunt het allemaal zelf. En dat komt omdat het lichaam nog in goede conditie is en het lichaam nog sterk genoeg is. En dat heb je zelf in de hand. En heel belangrijk, probeer een beweegmaatje te vinden. En dan ga je niet iemand zoeken die ook al het hele IJsselmeer rond kan fietsen en dan zeggen van zullen wij samen gaan fietsen? Nee, je vindt iemand bij je in de buurt, zegt voor jou ook best goed. En op hetzelfde niveau, en let erop, rustig aan beginnen. Niet gaan rennen en vliegen. Ik zie ze wel langs de dijk rennen met een kilootje of 15 te zwaar, zweten en sjouwen. Dat geeft je geen plezier. En dat lichaam kan nooit die energie opleveren om wat je er allemaal van vraagt. Dus op een laag niveau starten en dan is het in die zin helemaal voor elkaar. En dan is je leven in, ja, die balans is weggevallen. Ik weet niet waar het gebleven is, maar weet, en jullie hebben het allemaal zelf uitgeprobeerd, dan blijft je leven in balans. Nou Art, ik denk dat je ons allemaal wel flink de spiegel voor hebt gehouden. Je draait er niet omheen. Nee. Heel veel wijze lessen, heel concreet ook, heel praktisch. Ik verwees net al even naar je boek, want het waren echt veel dingen die je direct kunt toepassen in je dagelijks leven. Ja. Maar misschien dat niet iedereen ze allemaal meer paraat heeft. Kunnen ze dit terugvinden? Staat dat in dat boek? Staat voor een belangrijk gedeelte in het boek, je tweede deel begint nu. Maar weet ook dat er heel veel informatie, als je praat over voeding, praat over beweging. Internet is in die zin, we zijn allemaal denk ik wel zover dat je dat kan doen. Internet geeft je heel veel, en eigenlijk waarom ga je niet gewoon naar Frits? Want die vertelt het. Nou. Ja? Dankjewel. Oké.